Hallo, vandaag maken we wentelteefjes met gekarameliseerde appels. Wist jij dat je ook makkelijk kan karameliseren met zoetstoffen? Ik laat je vandaag zien hoe dat moet. We beginnen met het schillen van de appels. Snijd dan de appel rondom de kern rond en snijd in dunne partjes. Vervolgens breken we de eieren in een kom. Klop ze los met een beetje melk. Dompel de boterhammen één voor één onder in het eimengsel. En laat ze even uitlekken. Zorg dat beide kanten goed gevuld zijn met het eimengsel. Draai het vuur middelhoog en doe de boter in de pan. Zodra de boter gesmolten is, voegen we ook de gesneden appeltjes toe. Deze stoven we even aan, ongeveer 3 tot 4 minuten. Tot ze gaar zijn. Als de appeltjes gaar zijn, doen we er ook de sucraloze in poedervorm bij. En mengen we alles goed. We blijven de appeltjes al roerend mengen, 2 tot 3 minuten, tot het mengsel goudbruin wordt. Doe een klontje boter in de pan en zet die op middelhoog vuur. Leg de boterham in de pan en bak ze goudbruin voor 2 tot 3 minuten aan elke kant. Herhaal dit met alle boterhammen tot je ze allemaal opgebakken hebt. Ik heb de wentelteefjes afgewerkt met gekarameliseerde appels. En ze zien er alvast uit om van te smullen. Wil je meer weten over hoe je kan koken met zoetstoffen? Je kan alle culinaire tips terugvinden op de website www.zoetstoffen.eu. Tot het volgende recept. Om deze wentelteefjes met gekarameliseerde appels te maken, heb je volgende ingrediënten nodig. 8 boterhammen, 4 eieren, een scheutje melk, 2 appels, 2 eetlepels boter, 2 eetlepels sucralose in poedervorm.